Reclamefolders gaan binnenkort in de ban. Vrijwilligerswerk of een opleiding volgen in ruil voor je schulden. En de gemeente Rotterdam zet de strijd tegen de Turkse krant Sabah voort. Dit is Politiek 010. Naast de gelukwensen voor het nieuwe jaar zijn het eigenlijk de vaste ingrediënten voor begin januari. De nieuwjaarsrecepties en de toespraken. Politieke partijen die alvast even vooruitkijken wat er de komende maanden allemaal gaat gebeuren. Ja, en bij Leefbaar Rotterdam keken ze zelfs 2 jaar vooruit. Want dan loopt de termijn van burgemeester Abu Taleb af en komt er of een nieuwe burgemeester of Abu Taleb gaat nog een keer door. Dat gebeurt nu altijd bij benoeming, maar als het aan Leefbaar ligt moet de burger daarbij betrokken worden. Anders stemmen ze tegen. Mensen die in stad wonen moeten toch een oordeel kunnen geven over wie hoort mijn nieuwe burgemeester. En een konijn uit de Hoge Hoed, ja, dat is de oude traditie. Die vinden wij niet zo geschikt meer anno 2019. Wij zijn daar niet voor. Wij zijn niet voor een gekozen burgemeester. Omdat we vinden dat er een burgemeester een neutrale, verbindende figuur moet zijn. Die niet gekozen wordt vanuit een bepaalde partij of door de Rotterdammers. Kent u die grap van Abu Taleb die in debat ging in Groningen? Dat ging niet door. De burgemeester zou op het festival Noorderslag in debat gaan met rappers over geweld in rapmuziek. Maar de organisatie belde op het laatste moment af omdat er geen rappers waren gevonden. Nou, dat is spijtig. Dat wil niet zeggen overigens dat ik gewoon mijn plan zal doortrekken zoals ik het van plan was om met Rotterdamse en regionale rappers de komende weken verder het gesprek te voeren. Een aantal heeft zich bij mij gemeld. Die ga ik keurig uitnodigen en we gaan verder het gesprek aan. Dus u bent niet bang dat de rappers zeggen, nou, dat gesprek willen we niet aangaan? U heeft al namen liggen? Ja, ik heb namen en ook verzoeken van rappers en de hiphop scene breder uit Rotterdam die met mij het gesprek aan willen. Dat ga ik doen. Enig idee wanneer dat plaats gaat vinden? Ik schat ergens halverwege februari, ja. Chaos in Engeland, want hoe moet het nu verder met de Brexit? Rotterdam bereidt zich volgens wethouder Katman grondig voor. Er wordt een online scan gemaakt om te kijken waar de problemen te verwachten zijn en hoe die moeten worden opgelost. Wat we nu nog aan het doen zijn, dat is eigenlijk de laatste fase, die wordt in januari afgerond, is eigenlijk de Brexit nadoen. Spelen dat het een harde Brexit is, dat doen we online. En dan kijken welke logistieke stromen hebben we nog mee te maken. Hoeveel extra parkeerterreinen moeten er worden ingericht. En waar moeten we nog maatregelen nemen om die verkeersstromen richting Hoek van Holland zo in goed mogelijke banen te leiden. Dit jaar wil Rotterdam heel veel akkoorden gaan sluiten. Onder meer een energie- en een klimaatakkoord. Arno Bonte wil daarmee de CO2-uitstoot gaan aanpakken. Ja, Roelof, waar blijf je? Ja, ik heb even de brievenbus leeggemaakt. Kijk, dit is wat je per week binnenkrijgt aan reclamefolders. Nou, dat klimaatakkoord komt, maar een van de voorstellen die er nu al ligt is om dit soort reclamewerk weg te doen. Ja, want jij krijgt dit nu al allemaal binnen. Ja, die kijk binnen. Ik heb zo'n sticker. Nee, dan krijg je het allemaal niet. Maar dan weet je ook de aanbiedingen niet. Nee, maar het scheelt heel veel afval. Ja, nou, het gaat namelijk zo worden dat je geen nee-nee-sticker meer krijgt. Standaard krijgt voortaan niemand dit meer. Wil je het wel hebben, dan moet je een ja-ja-sticker plakken. Het kan kilo's ongevraagde reclamedrukwerk per persoon per jaar besparen. En bij elkaar opgeteld zal dat meer dan 3 miljoen kilo reclamedrukwerk per jaar zijn wat we dan besparen. En dat betekent dat we minder afval hebben en dat is uiteindelijk ook weer goed voor het milieu. Ik vind dat zonde, maar ik hou van reclamefolders. Ik bekijk ze nooit. Mijn vriendin soms, maar ook sporadisch. Maar ik denk dat er toch nog wel veel mensen zijn die daar echt op wachten. En eigenlijk pak je ze maar van de grond, je voordeur en dan gooi je ze gelijk in de prullenbak. Tegenwoordig heb je ook internet, weet je wel, daar kan je ook van alles op vinden. Dus je googelt maar. Dus papier, ja, dat verdwijnt langzaam, hè? Bezorgt u dan veel folders? Nou ja, om de zoveel tijd gaat er toch wel heel wat folders de wijk in. Zijn dat honderden, tientallen? Nou, honderden wel. Heeft u daar een baat bij als lokale ondernemer? Het werpt wel zijn vruchten af, ja. Dan moeten we even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen met die stickers. Omdat, het is niet zo dat u zich zou gaan verzetten tegen deze nieuwe... Nee, absoluut niet. Nee, dat was ik niet van plan. ik zit niet in het verzet. Dit is een klein onderdeel van de plannen voor het klimaat, maar er is veel meer. Ja, onder meer het onderwijs, daarin moet heel veel verbeterd worden en daar heeft wethouder Kasmi zijn plannen voor gepresenteerd. Ja, we zien nu dat kinderen met laag opgeleide ouders 5 keer zoveel kans maken om ook een lager schooladvies te krijgen dan dat ze aankunnen.
Dat is ook precies het probleem wat we hier in Rotterdam willen aanpakken. Daar moet dus iets aan gebeuren, vindt de wethouder. Een mogelijke oplossing is het geven van extra lessen. Op Rotterdam-Zuid en in het Oude Noorden wordt dat al een paar jaar met succes uitgeprobeerd. Wij geven 3 uur leertijduitbreiding per week. De cijfers liggen er niet om. Volgens de cijfers stromen de kinderen 3 keer hoger uit dan kinderen op dezelfde soort scholen in de buurt of in de omgeving. Als ik mijn eigen situatie neem, toen ik nog naar school ging, heb ik ook in eerste instantie MAVO, HAVO advies gehad. En uiteindelijk ben ik toch doorgestroomd naar de universiteit. Dat wens ik alle kinderen van Rotterdam toe. Er moet dus beter onderwijs voor jongeren komen, maar ook de schulden en de armoede bij jongeren moeten worden aangepakt. Ja, later dit voorjaar komt wethouder Graus met zijn Deltaplan schulden, een totaalpakket om die schuldenproblematiek aan te pakken. De PvdA kwam deze week al met een voorstel. Zij willen dat bij jongeren de schuld wordt overgenomen door de overheid. In Den Haag deden ze het al, de schulden van jongeren overnemen. In ruil daarvoor moeten ze vrijwilligerswerk doen, een opleiding volgen of een baan vinden. Bodien is een van de jongeren die in Den Haag geholpen is. Ze heeft een schuld van 12.000 euro. Dus dan maak je je post ook niet meer open en negeer je het eigenlijk. Totdat ze voor de deur staan. En dan kan je er niet meer omheen. En dat idee wil de Rotterdamse PvdA nu in een pilot overnemen. Je kunt ook zeggen, lekker makkelijk. Jij maakt schulden en de gemeente lost het voor je op. Ja, nou, wij geloven dat jongeren de toekomst zijn van deze stad. Jongeren verdienen een tweede kans, maar ik geloof ook een derde en een vierde kans. Op het moment dat je zegt, je hebt 10.000 euro aan schulden en dat is een blok aan je been, kan ik me voorstellen dat dat een belemmering voor je is. En hoe mooi is het dan dat we dan als gemeente kunnen zeggen, we gaan onze jongeren gaan we bij de hand pakken. We gaan nadenken over hoe we jou vooruit kunnen helpen. En dat stukje aan schulden gaan we kijken hoe we dat ook vanuit de schuldeisers voor een gedeelte kunnen saneren. En hoe we met jou kunnen nadenken over hoe nu verder. De gemeente Rotterdam zet de juridische strijd tegen de Turkse krant Sabah door. 2 jaar geleden werd voormalig raadslid Turan Yazir door die krant bestempeld als terroristenleider. En nu gaat de gemeente in hoog beroep tegen de laatste uitspraak. Op het eerste gezicht leek het vonnis van de rechtbank vorige week goed nieuws. De Turkse krant Sabah moet een rectificatie plaatsen en terugnemen dat oud-CDA-raadslid Turan Yazir een oplichter is. Ja, enorm blij. En weer gesterkt door de uitspraak van de rechter. Dus ze hebben onrechtmatig hebben ze mij beschuldigd en ze hebben niet kunnen onderbouwen. Dus zeer blij. Maar een terreurleider mag hij wel worden genoemd. En dus gaat de gemeenteraad van Rotterdam in hoger beroep. Dit was een verwarrend vonnis, verwarrend nieuws. Aan de ene kant zegt de rechter, ja, bepaalde zaken zijn ontoelaatbaar, onrechtmatig gevonden. En vraagt Sabah dan ook, of dwingt Sabah, beter gezegd, tot rectificatie. Met een eenmalige dwangsom van 25.000 euro. Maar aan de andere kant laat deze rechter een aantal elementen vrij in het vonnis. En dat is waar wij zo over in verwarring zijn. Van hoe kan het nou het een wel en het ander niet het geval zijn. Wat wel rechtmatig zou zijn, zijn uitingen inderdaad, zoals je zelf al aangeeft. En gerelateerd aan Gulen en daarmee dus terroristenleider. Dat vinden wij toch niet met elkaar passen. Dus u zegt of de rechter geeft ons volledig gelijk, alles moet gerectificeerd worden of Sabah krijgt gelijk. Ja, om maar een goed oud-Nederlands gezegde erop na te houden. Dit is vlees nog vis, dit vonnis. Dus of het wordt vlees, wij krijgen gelijk. Of het wordt vis en Sabah krijgen gelijk. Maar met deze uitspraak kunnen we heel weinig. Het begon allemaal in maart 2017. Toen Nederland de Turkse minister Kaya niet toeliet in het Turkse consulaat in Rotterdam. En zijn rechtsomkeer moest maken naar Duitsland. CDA'er Yazir, die aangeeft geïnspireerd te worden door Fethullah Gulen, werd door de Turkse krant neergezet als geestelijk leider van een terroristische organisatie. Een oplichter en verrader die hulde met de PVV. Ja, als gevolg van deze publicaties zijn er, tenminste niet als gevolg daarvan, maar de samenhang tussen deze publicatie en een hele reeks aan bedreigingen aan het adres van de heer Yazir heeft ertoe geleid dat hij zijn werk tijdelijk niet kon doen. En dat hij zich genoodzaakt voelde om 4 maanden lang zich terug te trekken uit de gemeenteraad. En daarmee is natuurlijk het belang van onze gemeenteraad en onze lokale democratie in het geding gekomen. En dat maakt het zo principieel? Dat maakt het principieel, ja. De rechtszaak die de gemeente Rotterdam voert is uniek en kan met een duidelijke uitspraak zorgen voor jurisprudentie, waar ook andere politici, zoals Tweede Kamerleden, iets aan hebben. Den Haag kent de zaak, kent de rechtszaak die wij voeren en ik hou Den Haag daarvan op de hoogte. Want nogmaals, het gaat er mij niet om geld binnen te halen via dwangsomprocedures of om een krantkal te stellen, geen seconde. Het gaat er mij om dat er jurisprudentie ontstaat ter bescherming van onze 45 raadsleden en andere ambtenaren in Nederland.
Nou, een onderwerp wat we zeker de komende maanden nog vaker zullen behandelen in Politiek 010. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, en als je nog tips of ideeën hebt of kritiek, mail dan politiek@rijnmond.nl. Er zitten geen stickers op de mailbox, alles wordt goed ontvangen. Volgende week zijn we er weer. Ja, bedankt voor het kijken en graag tot dan. Tot dan.